kijken naar de dames die er zitten. Want normaal gesproken hebben wij voetbalvrienden. Maar het kan ook hier anders. Helder van der Velde, ik zei het net al, daar moet u zeker naar kijken om 10 uur. Maar normaal gesproken hebben we hier heren zitten. Maar nu een keer dames. En u weet het, met dames wordt het gelijk veel leuker. Dit zijn de voetbalvrienden of vriendinnen van vandaag. Vanavond geen voetbalvrienden aan de standtafel, maar voetbalvriendinnen. Het gaat hier om de damesselectie van Nieuwe Niedorp. Met behulp van 4 mannen shinen deze dames zowel op als buiten het veld. Zo koesteren ze mooie herinneringen aan het toernooi uit Gramsbergen. Gezamenlijke teamuitjes, kampioenschap in de vijfde klasse en mogen we natuurlijk niet de vele derde helften vergeten in de Maurisbar. Vanavond komt er voor de mooie meiden een nog mooiere herinnering bij. Geef ze een warm welkom. De damesselectie van Nieuwe Niedorp. Ja, ze applaudisseren voor zichzelf, dat is altijd goed. Ik zei het al, we hebben soms heren, dan weet je nooit wat eruit gaat komen. Als er dames komen, komt het altijd goed. Marieke de Dood, wat is het geheim van jullie vereniging? Barst los. Ja, het geheim van onze vereniging, dat is natuurlijk moeilijk. Maar gewoon omdat ze de vrouwen al supporten, dat is ten eerste echt wel een steuntje in de rug. Wat wij vrouwen wel kunnen gebruiken als... Een van de weinigen zijn natuurlijk vaak meer mannen. Ja. Nee, dat is absoluut waar. Nee, ja. Dat klopt absoluut. Maar wat is het jullie geheim van jullie vriendschap dan? Want het gaat over vriendschap enzovoort. Wat is jullie kracht? Wat gebeurt er tussen jullie? Nou, bij ons begint het eigenlijk gewoon het plezier al op zaterdagavond en eindigen maandagochtend ongeveer. Dus eigenlijk. Ik hou niet vol hoor. ik haak af. Ja. Zoek niet bellen. Nee. Maar het is een dolle boel, dat maak ik een beetje uit op eigenlijk, toch? Ja, inderdaad. Het is altijd legendarisch bij ons aan tafel. Dat kan je wel zeggen. Ja. Nou, ik hoop dat inderdaad dat René een keer langs kan komen. Dan maar gewoon voor het voetbalwedstrijdje dan. Okay. Hè, toch? Gewoon. Nou, René die is al een keer bij Nieuwe Niedorp geweest. Oh. Bij ons 90-jarig jubileum. Toen kwam Zit je erbij? Nee, onze niet. Van de vereniging. Eén. Jij dacht, jij was er even een brilletje aan het zoeken. Maar dat was een topavond, neem ik aan, hè? Ja, natuurlijk. Niedorp. Waar ligt het? Waar ligt het? Niedorp. Dat weet niemand. Waar ligt het? Je bent toch al geweest? Waar ligt het? Bij Schagen. Bij Schagen? Ja. Oké. Ja. Ja. Gerard Joling, Karin Bloemen, dat soort mensen toch allemaal? Ja. Een goede reden om daar niet heen te gaan.